Goedemorgen en welkom bij Infoblazen TV. We zien wolken boven Nederland, maar dat zijn hoofdzakelijk sluierwolken. De zon schijnt daar regelmatig doorheen. Alleen de lucht is niet meer zo strak blauw. Dat betekent dat het plaatje er op zich heel vriendelijk uitziet. Met flinke zonnige perioden waarbij de temperatuur vanochtend al rond de graad of 15 ligt. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanmiddag neemt de wind een fractie toe. Verder verandert het weerbeeld nauwelijks. Zon en sluierwolken en flink hoge temperaturen. 20 tot 21 graden in het noorden, 23 in het zuiden van het land. En vanavond koelt het dan maar langzaam af. Voor morgen staat een beetje een vergelijkbaar weerbeeld op het programma... maar met de zuidoostelijke wind wordt nog zachtere lucht aangevoerd. 24 graden in Noord-Holland, 26 in Zeeland. Op de stranden en op het Waddengebied ligt de temperatuur een fractie lager. En de dagen die volgen blijven nog steeds warm... met zondag in de loop van de dag in het zuidwesten al kans op een regen- of onweersbui... Maandag kan er op meer plaatsen een bui vallen, en ook dinsdag is het niet droog. De temperatuur gaat dan langzaam weer iets omlaag. Dinsdag zitten we rond 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.